Vrijdag 5 april, dit is U Vandaag. Maatregelen na schietincident bij AZC. VWA weer op bezoek bij omstreden boer. En het Utrechtse stationsgebied is voor blinden en slechtzienden een hindernisbaan. Goedenavond. Goedenavond. Vandaag zijn we terug bij het asielzoekerscentrum in Utrecht, waar gisteren een agent een bewoner in zijn been schoot. Een heftig incident, maar niet bepaald het eerste. Martin de Wit, nu live daar. Nee, zeker niet, want een maand geleden was er al een bewoner die zijn eigen kamer in brand stak. Je krijgt haast het gevoel dat er iets broeit. Tot zo, Martin. Nu eerst de ander nieuws van vandaag. Er is een verdachte opgepakt voor de gewapende overval op juwelier De Vries in Kanaleneiland in Utrecht. Eergisteren was dat. Een 30-jarige Utrechter kon vannacht worden ingerekend. Twee daders spoten een bijtende vloeistof in het gezicht van de juwelier en deden een greep in de vitrines. Op hun vlucht schoten ze een getuige in zijn been. De NS gaat de komende jaren mogelijk 100 miljoen euro bezuinigen. Het Utrechtse spoorbedrijf zegt dat de gevolgen voor het personeel nog niet duidelijk zijn. Maar de FNV is bang dat er honderden banen gaan verdwijnen. De NS laat weten dat elk getal voorlopig uit de lucht gegrepen is en dat de plannen nog helemaal uitgewerkt moeten worden. In het zuiden van de provincie zijn de voorbereidingen begonnen voor het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze gaan in mei en juni alle provincies langs en 30 mei zijn wij aan de beurt. 'S Middags gaan ze naar Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht. En over het programma wordt later meer bekend. Na 20 jaar vertrekt Jean-Paul de Jong aan het einde van het seizoen bij FC Utrecht. Mr. FC Utrecht speelde meer dan 400 wedstrijden voor de club en werd in 2007 jeugdtrainer. Hij traint nu jong FC Utrecht, maar zijn droom is om ooit ergens hoofdtrainer te worden. En omdat Jan Wouters net zijn contract heeft verlengd, heeft de Jong besloten om het nu ergens anders te proberen. Het asielzoekerscentrum in Utrecht zet dit weekend extra personeel in. Aanleiding is het incident van gisteren, waarbij een agent een bewoner van een AZC in zijn been schoot. De asielzoeker zorgde voor een dreigende sfeer en toen de politie kwam trok hij ook nog een mes. Het schietincident is vandaag het gesprek van de dag in het asielzoekerscentrum. Verslaggever Martin de Wit is daar nu. Ja, Martin, waarom worden dit weekend extra maatregelen genomen? Nou, je kunt je voorstellen dat het een boel impact heeft wat er is gebeurd. Het is natuurlijk niet niks, een schietpartij. En daar is het ook niet bij gebleven, want daarna is er ook nog een opstootje geweest met bewoners die zich verweerden tegen de politie. Heel ongelukkig dus eigenlijk allemaal. De COA zegt van ja, we gaan daar toch wat mensen, extra mensen opzetten om de gemoederen een beetje te sussen. En dat mensen ook een beetje hun verhaal kunnen vertellen komend weekend als ze nog ergens mee zitten. Naast me staat Martijn van de Koolwijk van het COA. Hoe is het op dit moment eigenlijk binnen? Nou, alleen al het feit dat we hier op de binnenplaats van het AZC heel rustig kunnen staan, geeft aan dat het gewoon rustig is. Dat is het al sinds gisteravond. En zover ik weet heeft iedereen gewoon vannacht rustig geslapen. Geen incidenten meer? Nee, geen incidenten meer. Nou ja, dat is natuurlijk wel eens anders geweest. Een maand geleden was er namelijk ook al een incident. Kijk even mee wat er toen gebeurde. Brandweer en ambulances op het terrein van het asielzoekerscentrum. Op maandag 4 maart sticht een bewoner van het asielzoekerscentrum brand in zijn eigen kamer. Het zou gaan om een wanhoopsdaad, vertelt deze medebewoner. Hij wist geen raad meer wat hij moest doen, dus het enige hij zei wat hij kan doen is zelfmoord plegen. En dat heeft hij gedaan. De poging mislukt, maar het incident veroorzaakt wel onrust. Er volgt een oproep tot een demonstratie tegen het strenge uitzetbeleid. En vanuit het hele land komen mensen naar Utrecht om een mars te lopen, dwars door de stad. Ja, toen dus politie en brandweer hier, een demonstratie in de stad. Nou, gisteren dus weer politie hier en een boel gedoe. Ja, Martijn van de Koolwijk, ik krijg toch het gevoel dat er toch meer speelt dan. Is er iets waar de bewoners misschien nerveus over zijn? Nee, hier broeit niks, hier speelt niks. AZC Utrecht is een AZC zoals we nog 33 andere van het COA hebben elders in Nederland. Er is ook geen samenhang tussen deze twee incidenten. Als we kijken naar de oorzaak van beide, dan kunnen we daaraan wel dat wel zeggen. Enig voorbehoud, nog niet alle feiten zijn er. Waar wel alle feiten van zijn, is het incident van 4 weken geleden. Dat kwam een bewoner straks een kamer in brand omdat hij post kreeg waar het bleek dat hij schuld had. En het incident van gisteren kwam doordat een bewoner agressief werd tegen medewerkers van het COA. Daar zit, zover de informatie nu strekt, geen samenhang in. U hoort mij één voorbehoud maken. We moeten wel even het onderzoek voor alle feiten afwachten wat de Rijksrecherche nu heeft lopen.
Dus als we hier over een maand weer staan met een incident, dan is dat echt puur toeval? Dan is dat echt puur toeval. Ik hoop het natuurlijk ook niet dat we hier binnen x tijd weer staan. Want ook het COA is gebaat, al is maar voor onze eigen medewerkers, maar ook voor bewoners, bij een heel rustig centrum. Nou, wat het asielzoekerscentrum betreft, dus tijd om weer over te gaan tot de orde van de dag. Niks aan de hand, de rust keert hier gewoon weer terug. Ja, Martin, tot slot nog één vraag over gisteren. Die man die in zijn been is geschoten, die is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar ook aangehouden, samen met nog een aantal anderen. Hoe staat het met het politieonderzoek? Ja, dat onderzoek loopt natuurlijk nog volop. Het is nog niet helemaal duidelijk wat nou de aanleiding was gisteren. Duidelijk is al wel dat de man die in het ziekenhuis ligt met de schot in zijn been, dat daar een regeling voor is dat hij volgende week voorgeleid wordt voor de rechtercommissaris. Dus dan zal ook blijken of hij langer moet blijven vastzitten. Ik kan me daar iets bij voorstellen natuurlijk. De twee andere mannen die zijn opgepakt bij dat opstootje na het schietincident, die zijn inmiddels wel weer vrij. Het OM onderzoekt nog wat daarmee gaat gebeuren. Mogelijk wordt dat een boete. Mogelijk komt er toch nog iets van vervolging. Maar dat is even afwachten. Dankjewel, Martin de Wit bij het asielzoekerscentrum in Utrecht. De omstreden boer Oskam uit Lopikerkapel kan volgende week opnieuw controlebezoek verwachten van de Voedsel- en Warenautoriteit. Gisteren zag u dat er na een tip 9 dode koeien en kalveren bij hem zijn gevonden. En verder lag er in de stallen zoveel mest dat dieren niet normaal konden staan. Het is al de zoveelste keer dat de boer met verwaarlozing het nieuws haalt. Wanneer houdt het op? Het is een triest gezicht, gisteren bij boer Oskam in Lopikerkapel. Aan de rand van zijn erf liggen 9 kadavers van koeien en kalveren onder een zeil. En dat zorgt voor geschokte reacties in de buurt en bij de politiek. Want het is niet de eerste keer. Hij is al 7 keer eerder op zijn vingers getikt door allerlei controlerende instanties. Waarbij de mest tot kniehoogte zo ongeveer in de stal staat. Kijk, en nu liggen er 9 dode kadavers van koeien liggen er in de stal. Ja, die zaak stinkt natuurlijk aan alle kanten. Boer Oskam wil niet met ons praten, maar in januari 2007 doet hij dat wel. De autoriteiten haalden toen 69 runderen bij hem weg. Oskam snapt niets van de ophef. Dat blijkt ook als wij hem erop wijzen dat zijn dieren ook de hele winter buiten moeten staan. Nee, ze staan niet buiten, ze lopen in en uit. In de Oostvadersplassen, dan laten ze de hele winter in de modder lopen. Dan laten ze in de maart, als er niks meer te vreten is, laten ze ze kapot vriezen omdat ze ze geen vreten te geven. Bij mij konden ze toen ook in en uit lopen, maar ze kregen wel eten. Ik word hier niet goed van. Sinds 2007 stapelt het ene incident zich op het andere en hij krijgt regelmatig boetes. Toch ligt er in 2008 weer een dood dier in zijn weiland. En ook gisteren worden er dus 9 dode dieren bij Oskam opgehaald. De grote vraag is nu hoe het kan dat Oskam keer op keer de fout in kan gaan. Nou, dit is gewoon het gevolg van het ontbreken aan goede wet en regelgeving. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de opvolger van de Algemene Inspectiedienst, die wordt nu geconfronteerd met bezuinigingen vanuit het kabinet. Die worden aan hun opgelegd. Ja, en daardoor neemt ook de controle af. Dus het is echt gewoon het gevolg van een ontbreken aan goede wet en regelgeving. De dierenpartij legt dus ook een stukje schuld bij de politiek in Den Haag. En ook Oskam laat in 2007 zien niet blij te zijn met de heren en dames politici. Schandalig. Nazi toestanden. Oskam doelt op het weghalen van zijn dieren. De Partij voor de Dieren pleit voor een wet die het mogelijk maakt om mensen als boer Oskam een permanent houtverbod op te leggen. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer ziet dat niet zitten. Toch houdt Van der Steeg hoop. Nou ja, goed, elk nadeel heeft zijn voordeel, zullen we maar zeggen. Misschien dat dit soort zaken, hè, ook mede door dat er publiciteit aangegeven worden, dat bij andere partijen gewoon de ogen eens een keer open gaan. En ook erkennen dat zoals het nu gaat, gaat het niet goed. De straffen zijn gewoon te minimaal en de maatregelen zijn gewoon te beperkt. En boer Oskam heeft dus nog een week de tijd. En dan moet het niet alleen schoon en netjes zijn op zijn erf. De dieren moeten ook goed geregistreerd zijn. Zometeen, deze kinderen staan binnenkort op straat. En welke Utrechtse scholier mag 4 mei een gedicht voordragen? Maar eerst, het is even doorbijten in het Utrechtse stationsgebied. Alles ligt overhoop. Ja, voorlopig lopen we wel even om de rommel heen. Ja, wij wel. Maar wat nou als je blind bent? Ja, dan is het stationsgebied ineens een ramp. Dat zegt althans Ferry Molenaar uit Zeist. Dat het station niet berekend is op mensen met een visuele beperking is hem inmiddels pijnlijk duidelijk geworden. Hier gaat het vorige week mis. Even kijken, nou, hier ga ik dan linksaf. Zou ik normaal gesproken de gidslijn volgen, maar dat doe ik niet. Omdat in de spits zit hier altijd heel erg druk is en ik dan recht tegen de mensenstroom inloop. Dus ik loop netjes rechtslangs. Ferry is zijn oriëntatie kwijt en loopt met zijn hoofd keihard tegen een paal. Snemen, voorhoofd, snemen, onderlip.
het was voor mij een beetje de druppel die de emmer deed overlopen, zeg maar. Ferry klaagt al maanden bij de instanties over de situatie op het station. Zo zijn er looplijnen die ineens ophouden of half zijn weggehaald. Echt, rustig gewoon. Maar ook ernstige situaties, zoals bij deze trap naar het perron. Hier word ik gewaarschuwd. Er komt een trap aan, want de gidslijn houdt hierop en ik heb hier rubberen randjes. Maar ik zoek een trap. En ik voel geen trap, dus ik loop nog een stukje door. Dan voel ik hier pas de trap, dan ga ik op zoek naar een leuning. En die vind ik daar pas. Als je dit niet weet, dan is dat gewoon heel vervelend. Er kunnen hele rare dingen gebeuren. Volgens de oogvereniging is het inderdaad rommelig op het station. De belangenvereniging geeft dan ook het advies om de hal als blinde of slechtziende te mijden. Pardon. De tunnels naar de perrons zijn in veel gevallen veiliger. De oogvereniging vindt wel dat ProRail klachten serieus neemt en snel oplost. Maar Ferry merkt daar niets van. Ja, en dan houdt het hier op. Ik heb geen idee waar ik heen ga of waar de gidslijn is. Het is gewoon weg. Iedere keer roep ik wil, dan gaat een keer iets fout. En op het moment dat er dan een keer iets fout gaat, dan zegt iedereen van, oh, wat vervelend, we hadden hier wat aan moeten doen, maar er gebeurt niks. Ik heb nog geen enkele verandering gemerkt. Helemaal niks. ProRail erkent in een reactie dat de situatie op het station door de verbouwing niet ideaal is. En zeker niet voor mensen met een beperking. Binnenkort gaat de spoorbeheerder weer praten met de oogvereniging om over de knelpunten te praten. Elke vrijdag aandacht voor cultuur en uittips. Vandaag met Leonie de Jong en ik zeg, Leonie, goedenavond. Goedenavond. En ik zeg ook, het is museumweekend. Ja, dat betekent 500 musea openen hun deuren weer. En dat doen ze al 30 jaar. Het is altijd gratis. Mm-hmm. Het lijkt me moeilijk kiezen. 500 in heel Nederland inderdaad. En sommigen vragen een symbolisch bedrag van 1 euro. Maar ja, goed, dat is niks, hè? Nee, maar er komen natuurlijk ontzettend veel mensen op af. Dus mm-hmm. Kun je misschien nog net de kas spekken. Ja, wij hebben natuurlijk in Utrecht ontzettend veel musea. Ik noem een geldmuseum. Het museumkwartier zit er vol mee. Aboriginal Museum. Dat vond ik iets te makkelijk. Ik ben even naar buiten gegaan en toen kwam ik uit bij het Vechtstreekmuseum. En dan beslaat het gelijk een groot gebied, namelijk Stichtse Vecht. En dat gaat ook over alles wat er gebeurde rond de Vecht. Vorig jaar hebben ze heel veel aandacht besteed aan buitenplaatsen langs de Vecht. Nu kun je een rondleiding krijgen voor 1 euro. Mm-hmm. En dan gaat het over de wat minder mooie kanten langs de Vecht. En dit jaar laten we zien dat er ook industrie langs de Vecht plaatsvond. 200 jaar lang hebben hier ook gewoon schoorstenen gerookt langs de Vecht. En was de Vecht een belangrijke transportader. Die herinneringen willen we graag ook levend houden. En dat de bezoekers laten zien. Leuk. Ja, je zag al prachtige plaatjes uit die tijd. En het is niet alleen in Maarsen, beslaat dus heel Stichtse Vecht. Je kunt dus ook naar de dependances in Tienhoven en Breukelen. Dus je hoeft niet per se in Maarsen te zijn. Nee. Wil je meer weten? Dan ga je naar museumweekend.nl. Daar staat natuurlijk alles op. Maar stel nou, ik ben een vreselijke cultuurbarbaar. Echt waar. En ik hou niet van musea. Stel. Ik zei stel. En ik hou niet van musea. Wat moet ik dan? Dan heb ik ook iets heel unieks. Kapitaal opent dit weekend de deuren. En dat is eigenlijk een verzamelplek voor alles wat met grafische ontwerp te maken heeft. En met beeldende kunst. En dan kun je dan terecht om bijvoorbeeld een zeefdruk te laten maken. Of je tasje af te laten drukken. Of posters te laten maken. Mm. Maar wat vooral leuk is, als je grafisch ontwerper bent, kun je daar dus zelf aan de slag. Dus het is een ontmoetingsplek voor creatieve mensen. Het wordt veel breder getrokken. Er zijn lezingen, mm-hmm. workshops. En er is een enorme programmering. Ze zijn heel trots dat dit weekend de deuren opengaan. En ze hebben ze een heel leuk filmpje van gemaakt. Nee, dat gaat dan nog wel even zo door. Het maakt wel nieuwsgierig, want ik denk niet meteen al wat jij net verteld hebt, dat zie ik niet meteen. Nee, je moet echt gewoon kijken. Het is met een opening. Ja, precies. Nee, maar als je nou, want het is dus voor amateurs, maar ook professionals. Ja, maar als je nou niet handig bent, en je houdt wel van kunst, kun je dan ook iets laten maken of daar kopen? Dan kun je een opdracht geven en dan kun je dus van alles laten maken. Maar wat nog veel leuker is, je kunt bijvoorbeeld een workshop volgen. En die zijn weer aangepast op beginners, gevorderde, vergevorderde. En je moet het zo zien, Kapitaal is een verzamelplaats waar je ook flexplekken hebt. En dan kun je bijvoorbeeld als je lid bent voor 3 euro per dag een flexplek huren. Als je niet lid bent voor 5 euro per dag. En ja, dan kun je dus lekker aan de slag. Ze hebben fantastische apparatuur en spullen daar staan. Dus het moet een soort creatief bruisend gebeuren worden daar. Ja, het zit aan de Plompentorengracht in Utrecht. Al midden in de binnenstad, wat leuk.
En heb je nog iets, een uitsmijter, een klapper van de week? Ja, klapper van de week is Dick Trom. Hebben jullie zijn boeken wel eens gelezen? Ik wel. Of boeken over hem? Ik heb er wel ooit een gehad, maar nooit gelezen. Nee, ja. Echt niet? Hetzelfde geldt dus voor mij. Ik zou dus geen verhaal kunnen verzinnen om Dick Trom, maar iedereen kent hem. Ja. Nou, wil je weten wat voor verhalen er allemaal zijn? Aanstaande, wat is het? Het is 11 april, is hij in Veenendaal in de Lampengiet. En nou ja, als je de trailer ziet, dan word je natuurlijk al helemaal enthousiast. Dick Trom! Kunt u dansen op een boord? Kunt u lopen op een bal? Kunt u trucjes daar en zwaaien? Ik ben Dick. Dick Trom. Ja, en Dick Trom komt niet alleen, hij neemt een heel circus mee. Want hij is namelijk verliefd op Nelly. Zoals je de beelden ziet, er komt van alles in voor. Nelly, ja, daar is hij dus verliefd op, maar die is blind. Dus hij regelt een heel circus om geld in te zamelen. Ja. En met dat geld wil hij haar helpen, zodat ze op een gegeven moment weer kan zien. Okay. Ja. Nelly heeft een hele vervelende moeder. Die is het helemaal niet eens met het plannetje van hem. Dus die zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Het is een gezellige gezinsmusical. Ja, ik wou net zeggen, voor jong en oud. Veenendaal, maar verder ergens al. Volgend weekend ook in Amersfoort. Oh, leuk. Nou, de agenda zitten we vol. Ja. Leonie, dankjewel. Fijn weekend. Graag gedaan. Hetzelfde. En wij gaan door met nieuws uit andere media. Ophef over verborgen camera's op de werkvloer van een elektronicazaak in Amersfoort. Ja, het personeel van de Saturn wist nergens van. Ja, en zonder reden verborgen camera's gebruiken, dat is verboden. Vakbond FNV beraadt zich nu op stappen, meldt RTL Nieuws. Het gebeurde bij een paar winkels van de Mediamarkt en dus ook één Saturn valt ook onder Mediamarkt. De keten zegt dat ze niet wisten dat het wettelijk niet mocht. Verborgen camera's gebruiken mag in Nederland alleen maar als er een vermoeden is van fraude of diefstal. Mediamarkt wilde de beelden gebruiken voor interne trainingsdoeleinden. Inmiddels zouden alle beelden gewist zijn en vanmiddag hebben ze excuses aangeboden. Ja, zouden wij ook gefilmd worden voor trainingsdoeleinden? Het hangt hier wel helemaal vol met camera's. Ja. Het is niet verborgen, nee, je kan veel zeggen. Nee, dit is heel out in the open. Ja. Dan, Slans oudste familiebedrijf in Oudewater is niet meer. Nee. Het is in ieder geval niet meer in familiehanden. Zien we bij de NOS. Na ruim 450 jaar en 13 generaties is staalfabriek van de Lee verkocht. Het bedrijf is nu in handen van een fabrikant in staalkabels. De taalfabriek in Oudewater werd in 1545 opgericht. En de laatste jaren ging het eventjes wat minder met de fabriek. Hoeveel er betaald is voor het familiebedrijf is onbekend. Ja, en die titel oudste familiebedrijf gaat nu van onze provincie naar Friesland. Vanavond belooft het weer een leuke aflevering te worden van College Tour. Want de Utrechtse actrice en zangeres tegenwoordig, Carice van Houten, is de gast. Ze gaat heel openhartig vertellen over haar intieme ervaringen met de wereldberoemde acteurs Jude Law en Leonardo DiCaprio. Dat laat de NTR alvast weten vandaag. In 2007 speelde van Houten een rol in de film Body of Lies met DiCaprio. Maar uiteindelijk sneuvelde in de montage haar aandeel in de film. Maar ze is er niet heel erg rouwig om. Ze zegt, ik heb 9 keer met hem mogen tongen en ik vond het te gek. Ja, en dat zei ze op die bekende, onderkoelde, droge Carice Toon. Ja. College Tour voor de liefhebber is om 8:30 vanavond dus te zien op Nederland 3. Vandaag konden we voor een reportage naar een boerenmarkt in Amersfoort en naar een nieuwe schietbaan in Driebergen. Maar er is niet genoeg op gestemd, dus dat gaat niet door. Nee. De winnaar van de keuze van de kijker van gisteren is de Utrechtse basisschool Jules Verne geworden. Ja, de kinderen uit groep 7 daar kregen vandaag geen taal of rekenen, maar een lesje campagne voeren. Volgende week gaan ze namelijk actie voeren om de wijk Ondiep verkeersveiliger te maken. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten hoe. Automobilisten in Ondiep opgelet. Want deze leerlingen kunnen u straks wel eens heel boos gaan toespreken. Ik vind het gewoon asociaal gedrag. De leerlingen zijn al druk aan het oefenen, want binnenkort gaan ze campagne voeren in hun wijk. En dat is hard nodig, want automobilisten lappen de verkeersregels daar nog wel eens aan hun laars. Dan worden mensen heel vaak boos omdat ze bijvoorbeeld de rood rijden of geen voorrang geven aan mensen. Nou, dat mensen dan hard rijden. Dat je dan het wil oversteken. Ze rijden heel soms rijden ze door rood. Want bij ons om de hoek heb je daar stoplichten dan. En soms geven ze geen voorrang. En dat zijn de leerlingen zat. Vandaag krijgen ze van studievereniging Pericles les hoe ze campagne moeten voeren. We hebben gewoon echt even goed nagedacht van wat hoort er bij een campagne. We hebben er dingen over opgezocht. Toen hebben we daar dus deze presentatie van gemaakt. En nu hebben we die training, die workshop met hun gedaan. En volgens mij zit het er wel goed in wat ze willen. U kunt ze straks niet missen, want met zelfgemaakte flyers, posters en ander materiaal gaan ze de straat op. We kunnen ook handgebaren
erbij doen. En bijvoorbeeld, wat vindt u en hoe vindt jij het en zo? Ja, om folders uit delen en spandoeken maken en verkeersborden. Ik vind het belangrijk dat het verkeer wat rustiger doet en dat het gewoon veilig is. U bent dus gewaarschuwd. Volgende week in Ondiep in Utrecht. Ja, de meeste stemmen gelden, zo simpel is het. Dan gaan we maandag een verslaggever naartoe sturen. U bepaalt het en Suzanne gaat u 3 opties geven. Ja, en u kunt wat langer stemmen dan normaal, dus u heeft het hele weekend. Allereerst, we kunnen in de voetsporen treden van de Romeinen. Het oude jaagpad langs de Kromme Rijn bij Odijk is opgeknapt. En het vraagt om een wandeling. Dat lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. Vroeger liepen de Romeinen hier voortdurend naar de overkant te kijken om de boel in de gaten te houden, want straks kwamen de Germanen eraan. Nou, nu is het vooral rustig natuur opsnuiven. Het is een prachtige route. En wat dacht u van een spiksplinternieuwe tentoonstelling met kunsten uit Rusland? De expositie in Museum Catharijnenconvent in Utrecht heet Goddelijke Inspiratie. Het gaat om een verzameling iconen en beelden van Jezus Christus en Maria. En wij mogen voor de opening al even rondsnuffelen. En voor de laatste optie gaan we tuinieren. Basisschoolleerlingen in Baren gaan vanaf volgende week 1 keer per week buiten aan de slag. Dat is natuurlijk altijd goed om eens een keer uit de school te zijn. Ze gaan aan de slag in de schooltuin. Nou, wat gaan ze verbouwen? Tomaten, radijsjes, ik weet het niet. Maar onze verslaggever heeft in ieder geval zijn rubberen kaplaarzen al klaarstaan, Maarten. Dankjewel. Ja, er zit dus weer een school bij. Dat zijn geduchte tegenstanders vaak. Heeft u nou zelf een leuke kandidaat in de aanbieding? Stuur ons dan gewoon een mailtje. Dan kan u ook een keer meedoen. Stemmen kan in ieder geval op een van deze 3 kandidaten tot maandagochtend 9 uur. Succes! Elk jaar draagt 1 scholier tijdens dodenherdenking op de Dam een gedicht voor. En elk jaar komt die scholier uit een andere provincie. Dit jaar zijn wij aan de beurt. Gisteravond werd in het Spoorwegmuseum bepaald wie die eervolle taak op zich mag nemen dit jaar. Daar was namelijk de finale van de gedichtenwedstrijd dichter bij 4 mei met 15 kanshebbers. Ik lig in bed, maar kan niet slapen. Beelden flitsen door mijn hoofd. Foto's die ik zag op tentoonstellingen. Kijk eens om je heen. Een donkere lucht. Bedreiging is overal. Het is oorlogstijd. Meer dan 180 scholieren uit de provincie Utrecht schreven een gedicht voor de wedstrijd dichter bij 4 mei. 15 daarvan stonden gisteravond op het podium in het Spoorwegmuseum. Een leegte van mensen die ik heb gekend. Een leegte van mensen aan mij onbekend. 2 meisjes. Gescheiden. Verdwaald. En alleen. In de jury zitten onder meer de winnares van vorig jaar en de dichter des vaderlands. Aan hen de moeilijke taak om de winnaar te bepalen. En terwijl een bandje speelt, gaat de jury kortstondig in beraad in een van de wagons van het museum. Na 20 minuten is de jury eruit. Roos Reinaerts. Roos Reinaerts. Hartelijk gefeliciteerd. Nou, ik dacht, ik applaudisseer voor de winnaar en ik ben heel blij voor diegene. Maar ik had echt helemaal niet verwacht, echt niet verwacht dat ik het zou zijn. Dus, Uit alle inzendingen vond de jury het gedicht van Roos uiteindelijk het mooist. Ja, zij was eigenlijk de beste omdat zij eigenlijk een heel beeldend gedicht had gemaakt. Hè? Een beetje alsof ze met een camera in een verleden had gedraaid. En ze maakte een mooi contrast tussen haar eigen leven, zo goed op de rails en welvarend, vergeleken met beelden die ze dan geeft, ja, uit een oorlogsperiode van haar opa in een schuurtje en ellende. Roos mag op 4 mei tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam haar gedicht voordragen. En dat vindt ze best spannend. Vooral, ja, nou ja, ik denk vooral die 20.000 mensen. En dan als ik dan iets verkeerd zeg, dat is wel een beetje angst. Maar goed, het komt wel goed hopelijk. Ik heb een goed team, hoop ik. Roos krijgt begeleiding van het comité 4 en 5 mei. Dus ze hoeft zich geen zorgen te maken. Bovendien gaat het in Utrecht ook helemaal goed. Ik schaam er opeens voor. Mijn heftigste herinneringen zijn die van een ander. De eerste reactie. En voor 3 andere finalisten was er nog een soort van troostprijs, want die mogen hun gedichten voordragen tijdens andere herdenkingen op 4 mei op de kampen Amersfoort, Vught en Westerbork. Ja, ook mooi. Wij gaan afsluiten met het weer. Vanavond is het bewolkt en de wind is matig. En vannacht blijft het bewolkt en het koelt af tot rond het vriespunt. Plus 1 ongeveer. Morgen nog steeds bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt net als de afgelopen dagen ongeveer 7 graden. En kijken we verder vooruit, dan zien we na het weekend eindelijk dubbele cijfers. Ja, maar ook een beetje regen.
Tot zover u vandaag. Wilt u nou meer weer, verkeer en nieuws? Download dan gauw gratis onze mooie app voor uw tablet of smartphone. En morgen zijn we er weer. Eerst met het wekenoverzicht met Leonie. En vanaf 5 uur nieuwe edities. Bedankt voor het kijken en alvast een heel fijn weekend. Fijn weekend.